Oosterse biefstukreepjes. En daar serveren we aardappelen en kersttomaatjes bij. Je begint met het snijden van de biefstukreepjes, of die koop je natuurlijk gewoon al zo. Daar gaan hoisinsaus en de sojasaus bij. Brengt op smaak met peper en zout. Dat meng je goed door. Schep dat goed om dus. Vervolgens snij je een ui chinoise, dus op Chinese wijze. Je kunt op het filmpje zien hoe je dat doet. Dat schep je erbij. Schep je wederom goed om. Dan bak je de champignons in wat olie gaar. En die zet je weg. Dan ga je verder met de biefstukreepjes. Je verhit olie in een wok. Dan gaat de biefstuk en ui bij. Naar het roerbakje. Na een paar minuten is het vocht verdwenen. En is het biefstuk bijna gaar. Dan doe je champignons erbij. Schep je nog een keer goed om. Gedurende een paar minuten. En dan serveer je met aardappelen en de kersttomaten.